Welkom bij Spakenburg Nu, met vandaag installatie Wethouders. Tentoonstelling Vogelvreugde, Mobiel Media Lab. Woensdagavond werd de tentoonstelling van vogelvereniging Vogelvreugde geopend. Wethouder Alice Kok van de Geest opende deze expositie. Ik sta hier, zeg ik maar even, 11:55. Tot officieel vanavond 12 uur ben ik wethouder sport en cultuur. En ik vind het toch nog wel een bijzondere eer om hier te mogen zijn. Voor mij de tweede keer. Vorig jaar heb ik echt enorm verbaasd gestaan als het gaat om de clubliefde die er is. Het verhaal met wat me verteld is dat deze club ook een regionale functie krijgt. Als ze vogelliefhebbers een uitstervend ras wordt, dan is het mooie dat ze elkaar op weten te zoeken en weten te vinden. Ik denk dat dit echt weer bunschoten is, juist omdat hier een mooi clubgebouw is, waar ook hard aan gewerkt is door de leden. Lukt het om ook de vereniging bij elkaar te houden? Ik zou zeggen, daar kunnen we als gemeente Bunschoten alleen maar heel trots op zijn. En dat was voor mij ook om de reden om te zeggen van, ik ben echt blij dat ik hier nog mag staan. De reden waarom we hier staan, is waarom de gemeente altijd gevraagd wordt om de prijsuitreiking te doen, de wethouder of de burgemeester. Heeft heel veel mee te maken dat er al een hele tijd een gemeentebeker is die elk jaar roleert en elk jaar naar anderen toe gaat. Nou, daar wil ik vanavond mee beginnen. De gemeentebeker is gevallen op de categorie stammen. En ik mag naar voren roepen als winnaar van de categorie stammen voor de Zangkanaries, J. van Roest. Hij is de winnaar van de gemeentebeker. Ja, dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Super, dat ga ik zeker doen. Nog een jaar op de schoorsteenmantel staan. De kamer. Jaap-Jan van der Pol, kersverse voorzitter van deze vereniging. Er is weer een show. Wat is er allemaal te doen deze dagen? Nou, kwekers van vogels, houders van vogels zijn een jaar lang bezig geweest met vogels verzorgen, vogels kweken. Daar komen uiteraard jongen uit. En iedere vogelhouder streeft ernaar om eigenlijk het beste jong te kweken om deze show te winnen. Ja, en wat is er nou zo geweldig aan vogels kweken? Ja, want je straalt eigenlijk. Ja, ik ga het zo in het voorwoord ook noemen. Wat intrigeert ons nou precies in vogels? Ik kan het niet noemen. Zijn het nou de kleuren, het geluid wat ze maken, het gedrag? Ik weet het niet, maar dat houdt ons wel heel erg bezig. Iedereen die vogels heeft. Ja, maar anders red je het ook niet, hè? Nee, nee. Maar hoe lang doe je dit al? Ik heb zelfs vogels vanaf mijn jeugd. Dus ik denk al wel een kleine 20 jaar dat ik zelf vogels heb. En het is een deel van je bestaan geworden. Waar is die liefde vandaan gekomen? Nou, ik denk dat het begint met liefde voor de natuur. Hè? Dus dat je als kind al blij wordt van dieren, van natuur. En dat het uiteindelijk naar het houden van toe leidt. Hoeveel uurtjes kost jou dat zo per dag, per week? Ik heb er niet zo heel veel. Mij kost het per dag denk ik een kwartiertje. Maar ik ken ze ook hier in de vereniging die 2 à 3 uur per dag kwijt zijn. Dus dat kan ook. Het kan ook gekker. En dan moet je er dus echt van houden, want het is werken dan. Ja, hoe goed ben je? Hoeveel prijzen heb je al gewonnen en dergelijke? Zelf speel ik dit jaar niet mee. Ik had wat pech met kweken dit jaar. Ik heb niet heel veel op stok gekregen. Ik ben nog niet echt iemand die heel veel in de prijs is gevallen. Het zijn meestal toch wel de fanatieken en dezelfde die in de prijzen vallen. Dus je moet iets langer dan een kwartiertje? Ja, je moet er wel mee bezig zijn. Het is voor mij nog echt hobby. Ja. Nou, hoe lang gaat deze show duren? Vandaag is de opening. Dan hebben we morgen donderdag hebben we nog geopend. Vrijdag en zaterdag gaan we weer opruimen. Dus woensdag, donderdag, vrijdag. Het is niet alleen show, hè? Nee, het is ook gezelligheid. Het is veel praten met elkaar over de hobby. Ervaringen delen en kijken natuurlijk. Heel veel kijken naar elkaars vogels. En de kunst afkijken? Ook. Ja. En af en toe even een geheimpje meenemen, hoe iemand anders het doet. Ja, maar dat mag. Maar je hoort ook wel eens van verenigingen dat er ook een beetje haat en nijd is. Hoe is dat bij jullie? Absoluut niet. Het is hier heel gemoedelijk. En we hebben ook tijdens de vergaderingen, dan spreken we met elkaar over het houden van vogels. En als je dan ziet hoeveel tips er over tafel gaan om de ander te helpen,
Absoluut geen haat en nijd hier. Hoe leuk is dat? Absoluut. Nou, veel plezier. Dankjewel, we gaan ervan genieten. Ook in de winter kunt u in Museum Spakenburg terecht. Er is een nieuwe tentoonstelling te zien over plaatselijke monumenten. Bunschoten-Spakenburg kent 65 gemeentelijke en 9 rijksmonumenten. Deze tentoonstelling gaat over monumenten met een bedrijfsfunctie en geeft een inkijkje in de bronnen van bestaan en hoe dit door de jaren heen veranderde. Een voorbeeld hiervan is het Transformatorhuisje dat te vinden is op Eemdijk 131a. Het werd in 1954 ontworpen door architect H.E. Schulte uit Utrecht. Een ander voorbeeld is een drietal typisch Bunschoter hooibergen met zadeldak, luiken en een hijsbalk. Via de dakkapel werd het hooi met een grijper, een hooilosser, in de berg gebracht. Veel panden die in deze tentoonstelling worden uitgelicht hebben inmiddels een andere functie gekregen of staan zelfs leeg. Door de monumentenstatus is de beschermwaardigheid gewaarborgd en zijn deze gebouwen ook voor de generaties na ons stille getuigen van de plaatselijke historie. De tentoonstelling is te zien tot medio april 2020. Het mobiel Medialab van de politie stond woensdag 27 november op het Spuiplein. De vrachtwagen werd vooral ingezet als publiekstrekker om met zoveel mogelijk inwoners in gesprek te gaan over bijvoorbeeld politiewerk in de wijk. Een grote mobiele bus van de politie, wat is precies de gedachte daarachter? Nou, dit is het mobiele medialab, dat kan het hele land door. Eigenlijk op bestelling van onder andere ons als wijkagent komt hij hier in de gemeente. In de ochtend hebben wij een aantal scholen uitgenodigd om het te hebben over cyberpesten, want dat is best wel binnen de scholen een item. De middag blijven we hier tot 4 uur staan. Dan hopen we mensen hier enthousiast te krijgen om in ieder geval een enquête in te vullen over de bereikbaarheid van de politie, maar ook de tevredenheid van politie en handhavers binnen de gemeente Bunschoten-Spakenburg. En met de tips en trucs die wij weer terugkrijgen van de mensen hopen we toch ook weer wat zaken op te kunnen pakken. En omdat ik er bijvoorbeeld als wijkagent ben, is het voor de mensen ook weer leuk om mij te ontmoeten, want ik ben hier sinds februari. En als mensen vragen hebben voor ons of voor de handhavers die er ook zijn, dan kunnen ze die stellen. Hiernaast is dan ook nog een plaatselijke fietshandel. Die doet de fietsverlichting controleren. Belangrijk, hè? Is belangrijk. Nu met de donkere dagen, vroeg donker, dus de zichtbaarheid is wel belangrijk. En we komen toch wel vaak nog fietsers tegen die de verlichting niet op orde hebben. Tot en met volwassenen, hè? Tot en met volwassenen, ook zeker de volwassenen doen daaraan mee, helaas. Buiten dat het je een boete kost, wat hoog op kan lopen in euro's, is natuurlijk ook levensgevaarlijk, ja. Omdat je een ongeluk is in een klein hoekje en zeker als je niet gezien wordt. Ik heb het al 100 keer gehad dat er ineens een fietser naast je zit. Precies. En dan denk je, geluk gehad dat ik hem niet raakte. Juist, ja. Nou ja, dat is iets wat wij wel graag willen tegengaan. En wij willen heel graag aanspreekbaar en zichtbaar zijn voor de burgers van Bunschoten-Spakenburg. Dus vandaar dat dit natuurlijk een hartstikke mooi reclamemiddel ook is. Hè. Het is natuurlijk een hele grote vrachtwagen waar we nuttige dingen kunnen laten zien. En we hebben onder andere een scherm hangen waar ook wat promotiefilmpjes op gedaan worden. Vanmorgen hebben we dan ook voor de jeugd wat quizjes gedaan. Maar het is natuurlijk ook een stuk herkenbaarheid en de drempel verlagen om toch met politie en handhavers in contact te treden. Hoe zijn de reacties? Nou, de reacties over het algemeen zijn heel erg positief. Gelukkig zit het weer mee, want we dachten dat het gaat regenen vandaag. Maar tot nu toe mogen we echt in onze handjes knijpen qua weer. Nee, het is heel positief. Mensen vinden het leuk. Denken ook van, goh, is de politie daar ook voor? Hè? Denken vaak toch alleen maar aan de bekeuring of het oppakken van een boef. Maar het is echt wel veel groter dan dat. En wij als wijkagenten proberen toch echt wel het gezicht te zijn voor de politie Bunschoten-Spakenburg. En ook nogmaals die drempel proberen te verlagen dat mensen ons durven aan te spreken. Want dat is vaak ook nog wel een probleem. Ja, hoe toegankelijk zijn jullie? Ja, ik denk heel toegankelijk. Mensen kunnen ons op straat groeten. En als ze een vraag hebben, dan hoop ik dat ze mij herkennen. Kunnen zeggen, hey Jorg, jij bent wijkagent.
ik heb een probleem. En dat ze in plaats van wachten om een probleem aan te geven, dat ze het vertrouwen hebben van, nou, dit is onze wijkagent, daar kunnen we het aan kwijt. En dan hoop ik dat ik de mensen verder kan helpen. Nou, dat is fantastisch om te horen. Dus nu heb je het allemaal gezegd, nu moet je het ook waarmaken. Ja, dat is inderdaad nog een ding. We moeten het waarmaken. Ja, ik doe dat natuurlijk niet alleen. Peter is mijn vaste collega wijkagent. En Erik komt in januari erbij, dus dan zijn we weer op volle sterkte. Dan zijn we met 3 wijkagenten hier. Ik denk dat voor een gemeente als Bunschoten-Spakenburg dat voldoende is. En dat we dan ook zeker dingen op kunnen gaan pakken. En ik hoop dat de mensen ook nogmaals ons herkennen en dat als positief ervaren dat wij veel aanwezig zullen zijn. Erik Werkman, je begint binnenkort als wijkagent. Hoe kijk je naar Spakenburg? Ja, ik zit nu in Soest op dit moment nog. Dus ik ben al wel bekend in dit gebied. Dus ook in Bunschoten. Een klein beetje. Ik heb hier wel vaak met noodhulp gedraaid en met voetbal uiteraard. Ja, wat ik ervan weet, het is een hele hechte gemeenschap. Voetbal is altijd heel interessant. Hè. Vooral de derby is natuurlijk een ding. En heel heftig ook. Heel heftig. Wel echt heel erg leuk om daarbij te zijn. De horeca is altijd wel heel gezellig hier. Ik kijk echt uit naar deze uitdaging. Ik heb er heel veel zin in. En prachtig dorp. Ja? Ja, zeker. Per 1 januari beginnen. Nou, we wensen je heel veel succes en we komen je vast nog tegen. Vaak zat als het goed is. Daar ga ik in ieder geval mijn best voor doen. En voor iedereen. We proberen zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. Social media, maar ook gewoon veel in de wijk. Dus heel belangrijk. En zoek ons ook vooral op. Dus dat is eigenlijk de boodschap voor iedereen. Sam en Milan, jullie zijn in de politiebus. Hoe vinden jullie dat? Leuk. Ja? Wat vind je zo leuk? Ik wist niet dat het zo groot was. Okay. En Milan, hoe vind jij het? Ik vind het wel gaaf dat er wel zo'n groot tv is en zo. En dat heel groot. En wat vinden jullie van het politiewerk? Goed, goed bezig. Ja. Ben je nooit boos op ze of zo? Vind je altijd dat ze goed bezig zijn? En jij, Sam? Ik vind wel dat ze goed bezig zijn. Ja? Ga je misschien later ook wel politieagent worden, ja? Wat moet je voor studie doen dan? Dat weet ik niet. Misschien de politieschool of zo? Jij ook? Nee. En vandaag heb je gezien dat je het echt wel wilt, hè? Ja, nou, ik wens jullie heel veel succes. Hey dames, jullie hebben net de enquête ingevuld. Wat waren het voor vragen? Ze vroegen voornamelijk of je de politie feedback kon geven op verschillende verrichtingen die ze doen in het dorp. En of je ze vaker nodig had of dat je dingen erop aan te merken had. De handelingen die ze wel eens doen. Maar ja, het was helemaal goed. Heb je wel eens iets aan te merken op de politie? Ja, ik kom zelf niet heel vaak in aanraking met de politie, gelukkig. Maar de keren dat ik in aanraking ben geweest met de politie, vond ik ze heel aardig. Dus, ja. En hoe is dat voor jou? Met aanraking? Ja? Ik ben nog nooit in aanraking gekomen met de politie. Nou ja, misschien een bekeuring gehad of zo. Nee, ook niet. Nee? Nee. Een volmaakt meisje? Ja. Ik ken nette leerlingen. Nou ja, maar in de enquête ben je ook niks tegengekomen waarvan je dacht, dit is moeilijk? Nee, wel. Er stond iets in over wat de politie nog zou kunnen doen, even aanpakken hier in het dorp. En daar moest ik wel even over nadenken. Ja, wat zouden jullie nog aangepakt willen zien? Nou, ik vind wel een beetje de jongeren nu een beetje allemaal heel erg asociaal. En ook vooral met alcoholgebruik, drugsgebruik, zo, dat vind ik best wel, als je dat ziet, weet je wel, erg. Ook hoe ze tegen anderen doen en zo. Ik heb wel met iemand met drugs, weet je wel, dan gaan ze heel erg gemeen tegen doen of vervelend. Dat vind ik zelf niet zo fijn. Ik weet ook niet hoe je daar tegen in moet gaan. Nee. Moeilijke? Het vuurwerkgebruik vind ik ook wel iets. Er wordt al, ik weet niet, dat is overal natuurlijk wel in Nederland, maar er wordt al heel snel vuurwerk gebruikt. Vooral voor oud en nieuw, ze zijn af en toe nu al dingen aan het aansteken. Ja, en ik heb er geen probleem mee, maar als ze het naar je toe gooien of zo, dan vind ik het wel eng. Ja, en honden en kinderen. Ja, of naar oudere mensen, dat vind ik wel gevaarlijk. Ja, onderlaatst ook bij René is hier een nitraat afgestoken. Nou, ik schrok me echt heel erg. Ik schrok echt heel erg, ja. Maar hoe kan de politie dit oplossen, hè? Want het is alweer voorbij voordat ze erbij zijn. Ja, dat is wel een lastige vraag. Ik zou het niet weten, ja. En gewoon met z'n allen opletten en misschien doorgeven. Ja. Succes, dames. Ja, dank u wel. Henk, jullie staan hier al de hele dag zo'n beetje. Nou, vertel eens over de fietscontrole. Hoe is dat? Nou, vanmorgen kwamen er een paar basisschoolkinderen, groepen 7 en 8, kwamen hier langs. Die kregen voorlichting in de wagen bij de politie. En wij controleerden even het licht. Jawel, maar wat heb je voor idee daarvan? Want ik zie zoveel mensen zonder licht.
maakt, ja, tot volwassenen toe. Ja, dat is wel een dingetje. Vooral als je zelf in de auto zit. Dan, ja. Dan denk je steeds van, er gaat nog eens mis. Dan zit je toch nog wel eens te schelden, ja. Ja. Maar wat kun je er dan doen? Hoe kun je ze bewust maken? Ja, door dit soort campagnes denk ik dat dit, ja, wel, dat dit wel werkt, ja. Zeker. Ik moet zeggen, de kinderen waren wel goed voorbereid allemaal. De meeste lichten deden het. Dus het scheelde voor ons. Dat scheelde. Richard, ja, wat heb jij voor indruk? De kinderen die waren goed voorbereid, maar doen ze dat ook echt in het echi? Nou, ik denk de kinderen op zich wel, ja. Ja? Ja, ja. Sommigen die waren niet goed voorbereid en die hebben we geholpen door de batterijen te vervangen. En dat was een soort sponsoring wat we hebben gedaan richting de scholen. En ja, dat pakte verder wel goed uit. Ja. Ik hoop zo van harte dat jullie hier iets mee bereiken. Dankjewel en succes. Dankjewel. Dan wordt je fiets helemaal mooi gecontroleerd. Ja, alles gratis natuurlijk. Ja, fijn. Maar hoe kijk jij nou naar fietsverlichting? Ja, erg belangrijk. Erg, ja, belangrijk om gezien te worden. Ja. Want ik ben natuurlijk ook automobilist. En ik vind het heel erg akelig eigenlijk als er ineens een fietser opdoemt in het donker. Terwijl ze wel fietsverlichting hebben, maar ze voeren het niet. Nee, en ook nog soms van de verkeerde kant van de rotonde en klopt, plotseling in het donker. Ja, klopt. Ik denk dat het niet stoer is of zo om je fiets. Want als je er wel eens iemand op aanspreekt, nou ja, doet het wel, ik heb hem niet aangezet. Dan denk ik, zou het niet stoer zijn of zo? Terwijl het eigenlijk veel stoerder is om wel gezien te worden. Ik hoef dan niet stoer te zijn. Dankjewel, Rita. En hij is weer helemaal up-to-date. Dankjewel. Er waren ook mensen van een fietshandel aanwezig om terecht aandacht te vragen voor fietsverlichting. Maandag 2 december, de eerste maandag van de maand, zullen de moedige moeders weer bij elkaar komen. Als u bange vermoedens heeft over drank of drugsgebruik van iemand uit uw omgeving, schroom dan niet langer en ga naar de moedige moeders. Ze zullen u misschien kunnen geruststellen, maar ook als uw vermoeden juist blijkt te zijn, is het beter de waarheid te weten dan in onzekerheid te blijven leven. Om 7:15 staat koffie of thee voor u klaar in Denksportcentrum En Passant. Om 7:30 start de bijeenkomst. U zult er geen spijt van krijgen, want gedeelde smart is sowieso al halve smart. En aan een probleem werken is beter dan doen alsof het er niet is. Dat lost zeker niets op. U bent welkom en het is goed te weten dat alles wat verteld wordt binnen de vier muren blijft. Donderdagavond 28 november werden de vier nieuwe wethouders geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. En dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. En als u die eed af wil leggen, dan vraag ik u door rechterhand op te steken met de wijsvinger en de middelvinger aan elkaar en de tekst uit te spreken, zo waarlijk help mij God almachtig. Wat is daarop uw antwoord, heer Van Barneveld? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Heer Van Asselt. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Meneer de Jong. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dan bent u hiermee geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Bunschoten. Van harte gefeliciteerd. Ik wil u sterkte wensen met het werk, veel wijsheid, een goede samenwerking in het college en met de raad en de organisatie. En ook voor het thuisfront, heel veel sterkte met de tijd die nu afgestaan moet worden voor de gemeente Bunschoten. Gefeliciteerd. 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 En ik doe dat met heel veel enthousiasme en gedrevenheid. En ik spreek hierbij de hoop uit dat ik heel goed zou kunnen samenwerken binnen het college, maar ook met de raad. En met de raad bedoel ik de raad helemaal breed, zowel coalitie, raadsleden als oppositieraadsleden. Ik kan u beloven dat de deur van mijn kamer, die hierboven gereed wordt gemaakt, altijd voor u open staat. Als u een gesprek wil hebben, als u vragen wil stellen, mogen ook gerust kritische vragen zijn. U bent van harte welkom om bij mij langs te komen. Ik zou graag te woord staan. Het is voor mij dan ook een eer dat ik bestuurlijk als wethouder namens de SGP een bijdrage aan deze prachtige gemeente mag gaan leveren. Een aantal maanden geleden had ik dat niet kunnen bedenken. Nu dit op mijn pad gekomen is en ik er ja op heb mogen zeggen, heb ik er veel zin in om van start te gaan. De afgelopen 6 weken is er intensief onderhandeld. Er is veel vertrouwen onderling en het coalitieakkoord vormt een solide basis voor onze samenwerking. We zullen ons samen met de burgemeester als team vol inzetten voor onze inwoners,
voor de bedrijven en voor de organisaties. We hebben veel respect voor wat er voor ons is gedaan. En daar mogen we op verder bouwen. Een goede koers is belangrijk voor een sterk en vitaal Bunschoten. Als we dat gevoel van saamhorigheid met elkaar kunnen verstevigen en uitdragen, dan liggen kansen voor dit dorp. Het bieden van ruimte aan onze inwoners om deel te nemen aan onze Bunschoten samenleving zie je als een opdracht. Bijzonder aandacht verdienen daarbij inwoners voor wie het niet vanzelfsprekend is om een weg te vinden in een steeds ingewikkelder wordende samenleving. Als lokaal bestuurder is het voor mij de menselijke maat leidend. De lokale overheid is waar ze het meest mee te maken hebben. Inwoners die zich gekend en erkend voelen, zijn bereid om zich in te zetten voor onze gemeenschap. Zij kunnen hierbij gebruik maken van hun eigen talenten en ambities. Het geeft mij daarom veel energie om de ambities uit het collegeakkoord te ontwikkelen. Ik ben trots uw wethouder te zijn en zal mij volledig inzetten. Peter van Asselt, wethouder gemeente Bunschoten sinds vanavond. Als je dit gemeentehuis binnenloopt, hoe voelt dat? Heel anders dan raadslid, denk ik. Ja, dat is absoluut zo. Sinds het duale systeem is ingevoerd, ja, ben je gescheiden van de gemeenteraad als wethouder. Het is inderdaad gewoon een hele andere functie. Maar ik moet zeggen, ik ben hier zo'n week of 3-4 geleden voor het eerst weer binnengekomen. Dat was ook op het moment dat er, zeg maar, de paparazzi's wat foto's maakten vanuit de struiken. Maar het voelt wel alsof ik in een warm nest terechtkom weer. Het is mij zo bekend, dit gemeentehuis, met zijn ambtenaren en alles wat hier gebeurt, zeg maar. Dat is wel fijn thuiskomen. Ja. Ben je dan ook een beetje ambtenaar of zeg je van, nou, ik ben nog echt wel dat kritische raadslid wat ik eerst was? Ja, nou, ik zei het vanavond ook al tegen iemand anders. Ik moet wel gaan wennen natuurlijk, in plaats van het felle debat voeren, wat ik toch bijna 12 jaar heb mogen doen als raadslid en ook in de commissie nog langere tijd. Ja, dat moet er nu wel een beetje afgaan natuurlijk. Hè. Dat moet ik afleren. Dat felle debat laat ik over aan de raad zelf natuurlijk. Daar zijn ze ook vast wel sterk genoeg in. Ja, ik heb een andere functie. Ik ben dienend. Ik zie het echt als een dienende functie voor de gemeenteraad, maar ook voor de gemeente Bunschoten. Zo zie ik dat. In Spakenburg Nu zijn vandaag nog tot 11 uur de volgende onderwerpen te zien. Tentoonstelling Vogelvreugde, Mobiel Media Lab en installatie Wethouders. Zondag weer als altijd Los op zondag. Maandag Uit de oude doos en dinsdag Het vrije item. Woensdag weer alle actuele items in Spakenburg Nu. Wij van de Los wensen u nog een heel mooi weekend. We'll be right back.